Wat we hier vandaag gedaan hebben is 2 uur lang met senioren buiten gaan lopen in de wijk Krooswijk. Een hele ervaring voor mij, maar ook voor mijn collega's. Dus ja, dat hebben we eigenlijk gedaan. Wat activiteiten zoals een bingo onderweg. En daarnaast ook nog wat bellen blazen voor de leuk. Ja, oh ja, we moesten inderdaad wat kleien, een vogeltje. En daarvan kon ook weer een prijs gewonnen worden. Dus dat waren de activiteiten die we vandaag hebben gedaan. We hebben vandaag gewandeld met de gelukswandeling. We hebben heerlijk gewandeld met 50 vrijwilligers, dus er konden ook 50 bewoners mee. We hebben een vogeltjestuin geopend in de wijk Krooswijk en we hebben heerlijk gewandeld in Krooswijk. Wij proberen zo vaak mogelijk deze initiatief te nemen om met de bewoners naar buiten te gaan. Het is gewoon hartstikke belangrijk dat de bewoners lekker naar buiten gaan. Het is gezond, het is goed voor ze. Het leukste moment van de wandeling was toch als je toch de glimlach ziet op het gezicht van de mensen die je begeleidt vandaag. Dus zeker als ze al een maand niet buiten zijn geweest, dan raakt mij dat natuurlijk ook persoonlijk. Ja. Nou, mijn oproep naar de ondernemers of mensen algemeen is, geef je op als vrijwilliger bij Laurens Rubroek of een andere organisatie in Rotterdam, want we hebben ze hard nodig. Doe mee, schrijf je in, neem contact op, we staan klaar met een kopje koffie.